Voor de mensen die echt letterlijk alleen maar Gamersnet hier kijken, hier op Gamersnet.nl, is dit misschien een nieuw gezicht, maar dit is onze altijd betrouwbare Leon 2.0, aka Leon Staugi, aka de Stooge. Ik heb verder geen nicknames, heb jij nog iets? Nee, dat is wel zo'n beetje. Nou oké, dat is het. Ik ben Tom en we zitten hier natuurlijk in Gamersnet Gear elke dinsdag de nieuwste tech te behandelen. En wat we nu hebben ontvangen is serieus misschien nog wel een van de meest interessante dingen die geen VR headset is voor je PlayStation 4. Want dit is namelijk de Hori Tactical Assault Commander Pro, beter afgekort tot de TAC Pro. En Leon, jij mag mij vertellen, wat de fuck is het? Ja, eigenlijk heel simpel is het gewoon een muis en een hoofdtoetsenbord voor je PS4. Ja. Of je PS3 of je PC, daar kun je me ook allemaal op aansluiten. Maar het is voornamelijk voor je PS4. Er zit natuurlijk hier ook een hele mooie touchpad. De touchpad en de share-knop zit erop en de home-button zullen we maar even noemen. Maar dus ook een muis. Ja. En toen dit ding werd aangekondigd, ik pakte dat nieuwsberichtje op en ik dacht, dit wordt een muis. En ja, mensen, het is niet cheated, het is niet gehackt of zo. Dit is echt PlayStation Official licensed. Dus je kunt straks gewoon in een shooter een muis gebruiken. Ja, en dat is wel een ding natuurlijk. Het is een beetje competitievervalsing. Ja, precies. In mijn hoofd ging het al ratelen van, maar wacht, ja. Overwatch, competitive, je gaat met een muis toch iedereen gewoon uit het water blazen? Of ja, in ieder geval dat dacht ik dus. Maar goed, ik heb geen PlayStation 4, dus dit hing ik naar Leon. Leon. Ik was de gelukkige. Ja, ja. Hoe is je rang in Overwatch inmiddels? Mijn rang in Overwatch, ik heb deze niet gebruikt in ranked, omdat ik er in de quickplay in Overwatch niet helemaal goed mee overweg kon. Ah, jammer. Maar oké, het is een muis en een toetsenbord, maar... Ja, het is specifiek gericht op shooters natuurlijk, want daarvoor is een muis gewoon preciezer dan je analoge sticks. Ja, tenzij je echt niet met een muis overweg kan. Maar vaak wel sneller ook en zo. Ja, precies. In grote lijnen werkt het. Maar het is niet perfect, want waar dat grotendeels door komt, denk ik in ieder geval, is zeg maar de PlayStation 4 moet alsnog het signaal van de analoge stick binnenkrijgen. Ja. Dus dit ding zeg maar moet het signaal van wat je met de muis doet overzetten naar het signaal van de stick. En daardoor merk je gewoon, als ik met die muis een rechte lijn maak, dan is het niet altijd in de game helemaal een rechte lijn. Ja, want dan zeg jij gaat als ik bijvoorbeeld schuin ga, dan gaat hij een beetje omhoog, omlaag, want hij probeert alles. Wat het eigenlijk is, het probeert een controller te emuleren met PC-accessoires eigenlijk. Dus het is weliswaar gewoon een muis die ook op PC werkt en een toetsenbord wat ook op PC zou kunnen werken. Mm-hmm. Maar op de PlayStation moet het dus vertolkt worden naar een signaal wat een controller uit zou zenden. En dat is dus niet één op één de bewegingen die je eigenlijk in de doet. Daarom werkt het niet 100% zo als op de PC met een muis. Dus je moet niet verwachten dat je als PC-gamer nou op PlayStation 4 in één keer iedereen kapot kan maken. Want het is dus wel enigszins wel, want ik heb het in best wel veel games geprobeerd. In de ene game werkte het beter dan in de andere. Ik vond in Rainbow Six Siege heel goed werken. Dat is iets langzamer natuurlijk, dus dan kan je ook iets beter de tijd nemen om gewoon goed te mikken. Daar ben ik wel echt gewoon in mijn rank gestegen. Ik had het een tijd niet gespeeld en er waren nieuwe maps bijgekomen. Wat je merkt, wat alsnog in een game cruciaal is, is gewoon mapkennis en kennis van de shooter. Ja. Het is, als je gewoon als eerste die game speelt met dit, dan ga je het alsnog niet winnen met een controller. Maar stel je kent de maps en je... Als je het even goed kent als je concurrent, dan heb je in sommige games wel echt gewoon een voordeel, omdat je wat preciezer bent. Ja. Maar daaraan voorafgaand gaat bij iedere game wel dat je zeg maar dit ding weer apart moet instellen voor de game. Want dat is dus een ding, want er zit dus ook geen software bij. Maar het ding is wel te tweaken op de ervaring die je aan het spelen bent. Ja. Maar dat doet hij dus eigenlijk volledig analoog met allerlei knoppencombinaties en zo kun je dus dingen aanpassen. Ja, klopt. Wat je in principe moet doen is de gevoeligheid in de game op zijn hoog zetten. Uh-huh. En dan kan het al goed werken. In Rainbow Six werkt het dan al best aardig bijvoorbeeld. Maar in Overwatch vond ik het alsnog niet fijn spelen. Oké. En, want dat komt ook bijvoorbeeld omdat je dan, als je naar links gaat, als je kleine afstand bijvoorbeeld gaat, dan heb je met je muisacceleratie, hoe grotere afstand je aflegt, hoe sneller dat gaat, zeg maar. Het accelereren van de sensor eigenlijk. Ja, precies. Maar dat pakt hij dus af en toe anders op dan anders. En dat ligt er dan maar net aan de game en hoe je afstelt of het fijn is. Iedere game heeft dat
anders... Die interpreteert dat anders. Die heeft dat anders in elkaar zitten, gewoon voor de controller. Oh, ja. En sowieso, voor een controller heb je ook weer dingen als je Dead Zone en weet ik het wat allemaal. Oh, die zitten natuurlijk, ja. Daar heb je ook allemaal mee te maken. Dus eigenlijk moet je bij iedere game weer net wat andere instellingen gebruiken. En dat gaat op zich best makkelijk. Want je hebt een bepaalde knop en dan kan je dat indrukken. En dan zie je hier een ledje met hoe... Hoe hoog de stand is. En je kan ook per game kan je heel makkelijk de DPI veranderen met hier deze knopjes. Ja, en dan, heb en dan je gaat dus hij nog... een stapje hoger, dus dan is het iets gevoeliger. Ja, maar dan heb je dus ook nog een aantal profielen die je in kan stellen. Ja. En dus, want ik neem aan dat instellen van dit ding kan in sommige games best wel lang duren. Dus dan als je zoiets hebt van oké, ik heb hier het instellen zelf hoeft niet zo lang te duren. Maar het is vooral dat je de eerste keer moet je eventjes erachter komen wat je fijn vindt. Ja. En als je bijvoorbeeld 3 games veel speelt, dan is het heel makkelijk. Je kan 3 profielen opslaan, dus dan kan je voor iedere game een eigen profiel maken. En dan stel, dan heb je 1 profiel voor zeg Overwatch en dan pak je een andere klasse, dan kun je alsnog die DPI heel snel omhoog zetten. Ja, DPI is het makkelijkst, want dat is echt gewoon dat knopje op die muis. Heel erg zoals een gamermuis eigenlijk normaal is. Ja, en de rest van de instellingen is net iets meer tweaken. Dat doe je niet terwijl je rondloopt, zeg maar. Want nee, dat doe je studerend met het boekje. Ja, je moet de handleiding doen, of je moet het goed onthouden hebben. Inderdaad, maar je hebt wel eigenlijk een boekje erbij nodig, want je ziet hier niet wat je aan het doen bent. Nee, het is niet alsof je echt een display heeft. Je moet het echt met een aantal ledjes moet je eigenlijk aflezen hoe die nou ingesteld staat. Ja, precies. Maar laten we het even hebben over de hardware, want op zich, het valt dus te tweaken naar hoe je het wil. Maar die dingen zelf. Wat mij meteen opviel is, het toetsenbordje deed mij meteen denken aan de Razer Orb Weaver, die we al eerder gereviewd hebben in Gamers & Gear en op Gamers.nl. Qua design is dat gewoon praktisch hetzelfde, ook met die toetsen en zo. En die muis, dit is natuurlijk van Hori, Japanse fabrikant, en die hebben ook Edge. En het leuke is, kijk eens naar de Edge 101 muis, die we ook hebben behandeld in Gamers Net Gear. Dan zie je dat letterlijk hetzelfde design is, met dan een aantal tweaks. Dus Hori heeft eigenlijk 2 soorten designs gepakt, mesht ze hier in elkaar. Hoe bevalt dat, zeg maar? Ja, ik moet zeggen, het bevalt op zich allemaal goed. Het is een mechanische knoppen, zijn het. Ja, dat zijn dus ook weer de knoppen uit de Edge 201 die we ook hebben behandeld. Ja, precies. Dat zijn dezelfde, dus kijk dat allemaal switchen. Terug. Ja, nee, maar we hebben het daar uitgebreid over die switch. Ja. Ik vond hem persoonlijk heel fijn en ik vind hem hier ook echt heel degelijk en aanvullend. Ik vind het inderdaad hele fijne switches, omdat ze ook niet te veel geluid maken. Nee. Maar wel goede feedback voor, zeg maar, dat je erop drukt. En echt stevig. Dus in het algemeen werkt het goed, maar wel een paar kleine kritiekpuntjes. En dat is dat die knoppen hier net wat anders liggen dan dat je gewend bent van je toetsenbord. Ja, die meest rechtse toetsen hier eigenlijk, of ja, voor de kijker links, die het zijn punt heel is, erg... zeg maar, bij je, ze liggen een klein beetje lager. Uh-huh. En normaal heb je bij je toetsenbord een caps lock. Ja, en die mis nu. En je caps lock ligt, zeg maar, altijd naast je WASD. Ja. En dan daaronder heb je een beetje daaronder heb je je shift. Maar nu zit je shift wat hoger en je control dus ook. Dus daardoor had ik in het begin vaak als PC-gamer zijnde dat je dan wil rennen. Ja. En dan druk je op de control-knop, zeg maar, in plaats van de shift-knop. Dus in heel veel gevallen crouchen. Ja. nou kan je sneller van. Al die knoppen zelf instellen. Want hier staat bijvoorbeeld dat dit rondje is en dat dit L3 is. Dat hoeft niet. Je kan iedere knop zijn eigen binding geven. Ja, maar dan alsnog als je dit shift maakt, dan mis je dus je control daaronder. Ja, want ik hield hem net ook even vast. En ik dacht, die ligging is best wel counterintuïtief als je echt een PC-gamer bent. Want en dit is natuurlijk juist bedoeld voor de PC-gamer. Ja, die zoiets hebben van, ik ga gewoon PlayStation 4 even laten zien wie het Master Race is. Oké, dat is begrijpelijk. Maar daarnaast, bij de muis, dit zijn je L1 en R1. En dat had ik af en toe ook wat problemen mee, omdat ze naast elkaar liggen. Omdat je soms toch net iets te lang moet nadenken van wat is nou mijn L1? Is dat nou diegene die dicht bij me ligt of is dat nou die verdere? Ja, het is die verdere. Dat is een kwestie van gewenning. Dat is allemaal een kwestie van gewenning, maar dat zijn wel van die dingetjes. Je moet er even doorheen komen, zeg maar. Oké, je hebt het nou over die muis. Even specificaties, hardwarematig. Het is een infrarood muis, dat vond ik wel een beetje apart. Maar hij heeft wel op zich nog wel een oké DPI, want die gaat gaat tot 3600. En je kan in stapjes van, als ik me niet vergis, 600 kun je... van 3600 naar beneden. Ja, oké. Dus dat zijn, zeg maar, op zich prima stapjes, want je merkt dat het wat minder gevoelig wordt, partjes, zeg maar. Ja.
Maar het is niet te extreem. Nee, maar het is ook niet dat je zegt van oh, extreem snel. Dus, het is ook bedoeld voor een PlayStation. Dus ik denk niet dat er dan een hele hoge optische sensor of zo in zou moeten zitten. Ik denk dat dit wel voldoet. Maar ik moet wel zeggen, het ding kost dus zo wat rond de 150 euro. Het is 150 euro. Kijk, ze hebben wel mechanische switches. Er is wel goed over nagedacht. Lichtjes, je kunt profielen instellen. Maar ik vind de afwerking een beetje minder fraai. Kijk, je hebt rubberen kabels. Het feit dat er een infraroodsensor in zit is eigenlijk een beetje outdated. En gewoon hier een beetje die plastic klik-klak vibe. Kijk, die switches zijn oké. Maar ook gewoon de knopjes op de muis en een beetje de afwerking van het geheel. Ik moet zeggen, ik heb er ook over na zitten denken, maar zo'n ding, dit kan je er ook gewoon niet vrij uit laten zien. Het ziet er sowieso best wel ondertussen ook gewoon, het moet ook nog een fijne ligging hebben voor je hand. Dat kan je hier nog een beetje verstellen. Ja, maar ik bedoel ook veel plastic. Want ze hebben duidelijk de Razer Orbweaver als bronmateriaal genomen. Maar die was in de afwerking, was dat juist echt een beauty. Dat is prachtig met stukjes, weet je al, een beetje vergroomd aluminium en mooie rubberen palmrest. Terwijl dat hier gewoon plastic is. En dat voor 150 euro vind ik dat wel een beetje... Dat voelt wat skeerder aan dan het zou moeten voor die prijs eigenlijk. Ja, dat heb ik eigenlijk wel een beetje met het hele apparaat. Nee, maar dat je denkt van, voor 150, ik vind het een prima ding. En zeg maar, in Rainbow Six vind ik het geweldig. Daar gebruik ik het en daarmee merk ik gewoon dat ik preciezer ben. Mm-hmm. Iets beter dan de rest, dat zeg maar eerst op mijn niveau lag. Ja. Maar in andere games kan ik het dan weer net niet helemaal lekker krijgen. En bijvoorbeeld in Overwatch, als ik dan met een hero speel die goed moet richten... Ja. Dan doe ik dat beter met de controller bijna dan met dit. Ja, dat is, ik vind dat wel een fijne bottom line om te weten. Want echt, nogmaals, toen dit ding in het nieuws kwam... had ik meteen zoiets van, dit gaat Overwatch helemaal tilten. Dit gaat het helemaal anders maken voor die hele competitive scene. Maar dat is dus duidelijk niet het geval. Ja, nou ja... Het is misschien ook gewoon omdat ik heel erg gewend ben om met een controller te spelen. Ja. En ik was eerst wel PC-gamer, maar over de loop der jaren ben ik toch steeds meer met die controller shooters aan het spelen. Op zich heb ik dat gewoon heel goed onder de knie. Dus eigenlijk is dit ook niet helemaal voor mij bedoeld. Nee, oké, maar misschien dus voor... Ja, sowieso een PC-gamer, waarschijnlijk PC Master Race. Mensen zeggen van, wat heb ik überhaupt te zoeken op een PlayStation 4? Maar ik snap wel inderdaad wat je bedoelt. Er is een markt die Hori aanspreekt. En dat is gewoon mensen met ervaring op PC die willen kijken of ze die ervaring die ook... Die een controller, zeg maar, gewoon niet er helemaal goed mee overweg kunnen. Dan is dit wel echt je redding. Voor sommige games dus. Sommige games, maar ik denk ook in de Overwatch... Als je echt niet goed met een controller overweg kan, is dit wel beter dan een controller. Maar dan kan je misschien beter gewoon een controller aanleren. Aan de andere kant, als je deze helemaal onder de knie hebt... en de perfecte instellingen, die ik bij Overwatch misschien nog niet gevonden heb... ondanks dat ik er redelijk mee heb zitten prutsen. De oneindige quest naar de juiste settings. Ja, precies. Maar ja, dus je denkt dat als je eenmaal alles goed in kan stellen... dat dan zit op zich de waarde er wel in, maar er zit ook... Er zit een waarde in voor een specifieke groep gamers. Waar jij dus geen onderdeel van bent waar eigenlijk. Waar ik geen onderdeel van ben. Oké, dat vind ik wel een mooie bottom line. Dus je hoort het hier, Gamers and Gear. De Horitak Pro, super fijn. Ja, nee, weet je wat ik heb het idee dat ik best wel heel kritisch daarover klink. Enerzijds denk ik van ja, het is 150 euro, dus dat mag ook wel. Maar ik moet ook wel zeggen, ik game er met plezier mee. En als ik Rainbow Six opstart, kies ik wel voor deze. Het is dus niet... Nou, weet je wat, misschien moet ik het dan zo stellen. Het is nog niet perfect, maar er zit potentie in als ze dit door blijven ontwikkelen. Dus net als met de PlayStation VR headset, jongens, koop hem allemaal, al heb je niet eens een PlayStation 4, want dan wordt het tenminste wel doorontwikkeld en gaat de prijs misschien ook omlaag. Dus economie met Tom. Kijk, nou, hier kunnen we mee afsluiten. De Horitak Pro. En voor alle andere technieuwtjes en gamingnieuws, gamersnet.nl. En elke dinsdag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear. Dus tot snel op gamersnet.nl.